RPL TV is vandaag te gast bij Fysiotherapie Ewold in het kader van het programma Bedrijvigheid in Woerden. Tom, zou je even iets kort voor kunnen stellen? Ja, mijn naam is Tom Ewold en ik werk sinds 1986 als fysiotherapeut hier in Woerden. En altijd op dezelfde vestiging? Nee, ik ben begonnen in de Johan Bosmanstraat hier wat verder vandaan. En sinds 2002 zitten we hier op de Jozef Israëlslaan. En met hoeveel mensen, hoeveel therapeuten werk je hier? We werken met z'n vijven op twee verschillende locaties. Drie man hier en twee man op een vestiging bij Sport City in onze dependance. En is dat, die aantal medewerkers, is dat inclusief de figuur die naast je staat? Nee, de figuur naast mij is slechts een aanschouwelijk model wat we gebruiken om onze behandelingen te demonstreren of in ieder geval te verduidelijken. Tom, kan je aan de hand van dit skelet vertellen welke specialisaties jullie allemaal hebben? Ja, zeker. Nou, de fysiotherapie als geheel behandelt eigenlijk het hele lichaam. Als we kijken, we hebben een specialisatie kaakfysiotherapie. Nou, die behandelt uiteraard voornamelijk kaak- en nekklachten. Sportfysiotherapie behelst eigenlijk ook voornamelijk het hele lichaam, maar veel meer schouders, knieën, enkels. We hebben medical taping die we gebruiken ook binnen de sportfysiotherapie, maar ook bij eudeemtherapie. Dat is ook een specialisatie die we gebruiken bij mensen met amputaties, kanker en dat soort dingen. Die vochtophoping, nou, dat gebruik je ook eigenlijk het hele lichaam voor, maar voornamelijk de boven- en de onderpartij. Echografie doen we, dan kan je voornamelijk oppervlakkig gelegen deelte in beeld brengen. Dan heb je voornamelijk armen, benen, een beetje de rug. Sportfysiotherapie had ik al genoemd. En manuele therapie als laatste. Belangrijke specialisaties, daar doen we erg veel mee. Het grootste behandeltraject daarvoor is voornamelijk de wervelkolom. Hè, nek, borstkas, lage rug. Uiteraard ook wel de rest van de gewrichten. Maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste specialisaties die we gebruiken. Wat is dan eigenlijk het verschil tussen fysiotherapie? Ik begrijp dat dat over het hele lichaam gaat. En de manuele therapie met name de rug. Maar wat is nou precies het verschil tussen een fysiotherapeut en een manueel therapeut? Fysiotherapie maakt gebruik van een aantal dingen als oefentherapie, massage. In het verleden ook veel apparatuur als warmte, geluid, stroom en dat soort dingen. Dat is eigenlijk een beetje achterhaald, wordt niet meer zoveel gebruikt. Eigenlijk bijna niet meer. Maar die doet veel meer iets aan het gevolg van een klacht. Terwijl een manueel therapeut veel meer zoekt van waar de oorzaak van klachten is. Je kan zeggen, ik heb een stijve nek, dan kan je de spieren gaan losmasseren. Maar als blijkt dat er in de nek een blokkade zit of een fixatie en je lost die blokkade op, zie je vaak dat die spieren veel sneller uit zichzelf weer los worden. Dus dan doe je niet iets aan het gevolg, maar veel meer aan de oorzaak van klachten. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan ik u helpen? Ja, ik had een afspraak hier om vanmiddag. Ik ga even kijken. Hoe laat heeft u die staan? Waarom nu? Drie uur. Eens even. De heer Ziel? Ja. Ja? Dan mag u even plaatsnemen en dan komt mijn collega u zo meteen roepen. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Meneer De Ziel. Hi. Goedemiddag. Hi. Tom Ewold. Noah. Komt u verder. Lukt dat? Ja. Je moet er niet op gaan staan. Maar aan de laatste open deur aan de rechterkant. Oh, oké. Goed. Ik heb nou al je gegevens opgenomen. Ik heb wat onderzoek gedaan. En op basis van dat onderzoek verwacht ik dat je een klein scheurtje in je kuitspieren hebt. Om dat zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen, wil ik graag een echo van je kuit laten maken door mijn collega hiernaast. Zodat ik ook zeker weet wat er aan de hand is. Zodat je ook een gedegen plan kan krijgen over hoe je aan herstel er verder uit gaat zien. Top. Ja? Ja. Oké. Okay. Dan lopen we naar hiernaast. Kom verder. Dat is mijn collega Tim van Haveren. Hi. Hier is heel. Hallo, goed Tim. Nou, die zal voor u een echo maken om te kijken wat er precies aan de hand is. En naar aanleiding van die echo gaan we nog even een behandelplan opstellen en wat oefeningen geven. Oké. Okay. Ja? Ja. Dat is goed. Oké. Okay. Ja, tuurlijk. Mag je je schoenen uitdoen, sokken en de broek. Ik wil even onderzoek bij je doen. Ik begin even met de Achillespees en dan ga ik dan van helemaal de volledige kuit langs kijken. Als ik iets zie, dan maak ik er een foto van en dan zal ik je straks op het einde laten zien wat ik gevonden heb. Zelf ziet er gewoon netjes uit, maar je gaf natuurlijk zelf ook aan dat het probleem meer in de kuit zat. Nee, klopt.
twee foto's gemaakt. En dan zal ik jou zo meteen uitleggen wat we hebben gezien. Hou even jou van je kuit af. Nou, we hebben mijn collega Tim even een echo laten maken van je kuit. Gelukkig is daar geen schade op gevonden. Dat betekent dat we eigenlijk met een simpele manier van oefenen jouw kuit weer zo sterk kunnen krijgen dat je weer normaal kan functioneren. Nou, daarbij heb ik wat voorbeelden laten zien. En dit is een voorbeeldje van een kuit. Die kuit kan je een beetje aan- en uitkleden. En eigenlijk gaat het om de oppervlakkige kuitspieren. Daar hebben we er twee van. Hier is een kuitspier en daar is een kuitspier. Nou, in deze kuitspier, die heb je overbelast. Op zich zijn er verder geen schades in gevonden, geen spierschutjes of wat dan ook. Dat betekent dat we gaan proberen om jouw spieren weer zo sterk te maken dat je in de volgende situatie niet weer hetzelfde probleem oploopt. Nou, daarvoor hebben we wat oefeningen. Die oefening laat ik je straks zien. Dat is een oefening, daar krijg je ook, die heb ik alvast voor je uitgeprint. Dat is een oefening. Dit is voor thuis om te kijken als geheugensteuntje. En deze oefening zal ik je straks in de oefenzaal even laten zien. Om te kijken of je op die manier weer zo snel mogelijk op krachten kan komen. Nou, je bent een fanatieke hardloper. Mocht je nou bij dat hardlopen weer opnieuw klachten krijgen, kunnen we altijd nog op loopband een videoanalyse maken. Om te kijken of in je looppatroon afwijkingen zijn. Okay. En die kunnen we eventueel aanpakken om te voorkomen dat je in de toekomst weer opnieuw klachten krijgt. Is goed? Alles duidelijk? Voor mij wel. Vragen nog? Nee, ik zeg laten we even gaan kijken. Dan gaan we hiernaast in de oefenzaal even wat oefeningen laten zien die je thuis kan gaan doen. Is goed. Ja? Ja. Goed. We lopen daar naar de hoek, naar het wandrek toe. Dan zal ik even laten zien wat de bedoeling is van de oefening. Zo. Ja. Waarom zijn er zo weinig apparaten hier eigenlijk? Nou, er is een tijd geweest in de fysiotherapie dat fysiotherapeuten een soort sportschool houden werden. Er werden allerlei apparatuur neergezet, fitnessapparatuur en dergelijke. Alleen er komt steeds meer onderzoek dat eigenlijk blijkt dat al die fitnessapparaten de klachten niet veel beter maken dan zelf oefenen. Met gewichten, met haltertjes, met balletjes en dat soort dingen. Of in een aantal gevallen zelfs verslechteren. Dat is de reden waarom we hier alleen maar functionele training doen. Dat betekent training die zo ver mogelijk aansluiten bij je normale dagelijkse leven. En niet gekunstelde bewegingen die je apparaten maakt. Het blijkt als je wat meer functioneel traint, dat je herstel sneller gaat en dat de kans op herhaling veel kleiner wordt. Oké. Okay. Ja? Ja? Dus ik laat je nu ook een oefening zien die je zonder apparaten kan doen, die je gewoon thuis kan doen met de trap, waarmee je zo snel mogelijk die spieren in je kuit je zo sterk maakt dat dit ook niet meer terugkomt. Oké. Okay. Nou, wat is precies de bedoeling? Nou, zoals ik uitleg, de eerste 4 dagen moet je rustig aan doen. Er is niets kapot in je kuit, het is een overbelasting. Dat betekent dat je na 4 dagen en de meeste pijnwegs mag gaan oefenen. Ik heb je huiswerk meegegeven hoe je dat moet doen. Ik zal nu laten zien hoe je na 4 dagen heel rustig mag beginnen op de trap thuis met de oefening zoals die op dat papier staat. Oké. Okay. Ja? Ja. Zal ik hem laten zien? Laat mij eens even zien. Ja, want je mag hem nu nog niet doen, maar ik laat zien zoals je het moet doen. Je gaat straks op de trap staan met schoenen aan, je zet 1 voet omhoog en je gaat de pijnlijke been laat je langzaam naar beneden zakken. Ja, dat doe je een aantal herhalingen zoals er op het papiertje vermeld staat, op deze manier. Thuis begin je met ondersteuning op de trapleuningen, dus je probeert zoveel mogelijk steun te nemen op de trapleuning. Dat is ook het voordeel. Kijk, als je in een fitnesscentrum moet trainen, moet je daar naartoe om te oefenen. Dat doe je vaak maar 2 of 3 keer per week. En deze oefening doe je 3 keer per dag thuis, zodat je veel sneller weer kan herstellen. Oké, okay, ja? Oké. Okay. Ja. Succes met oefenen. Dankjewel. En wij zien elkaar volgende week weer en controleren we hoe het ervoor staat. Is goed. Ja? Ja. Succes. Dankjewel. RPL TV heeft nu een kijkje in de keuken genomen van fysiotherapiepraktijk Ewold. Daar komt Noah ook aan, die net de hele behandeling achter de rug heeft. Noah, hoe is het gegaan? Het is goed gegaan. Ik blijk gelukkig geen scheurtje in mijn kuit te hebben. Ik moet wel even rust houden, wat dat betreft. Ik moet nog 4 dagen rust houden en daarna is 3 weken lang de trap voor mij. Ik heb mijn oefeningen gekregen, mijn huiswerk. En volgende week nog even terugkomen.